Even kijken wat hier nog in de rand zit. Eigenlijk vang je dus met zo'n net in zo'n rand heel wat natuurlijke vijanden. Bijzonder van Hoeksche Waard is natuurlijk de ruimte, de kreken, de agroranden, de polders. We proberen altijd langs de slootskant te zaaien. Die vergoeding krijgen wij ook alleen maar langs slootskanten. Omdat die dynamiek van water, daar zit altijd natuur. En die breien je nou eigenlijk uit verder de akker in. Dus je hebt al natuur en dan ga je uitbreien. Nou, dat is alleen maar een goede zaak. Heel veel animo om deel te nemen aan die prachtige agroranden. Met als doelstelling het oppervlaktewater te beschermen, maar ook meer te doen aan biodiversiteit. Tijdens onderzoek is gebleken dat er dus heel veel insecten in die randen zitten. Die dus, wij noemen het ook wel de Air Force, de landmacht en de Air Force, die de luizen in de gewassen bestrijden. Dit is een bloemenrand die ik heb laten staan. Dat is een tweejarige akkerrand eigenlijk, die overgebleven is, maar die vond ik zo mooi staan. Die heb ik laten overwinteren. Voornamelijk gele kamille, ook nog een bolderik. We zijn hier in een vogelakker van het akkervogelproject hier in de Hoeksche Waard. Hier op een akkerbouwbedrijf van 80, 85 hectare. Ik doe hier mee aan het akkervogelproject omdat dit een geer in het perceel die altijd wat minder efficiënt te bewerken is. Nou ja, wel geschikt is om ruimte te creëren voor akkervogels. Dit is een van de 20 vogelakkers hier in de Hoeksche Waard. Het is nu augustus en je ziet dat het graan nog niet rijp is. De bedoeling is dat er voedsel komt van de winter. Ik doe mee met dit project omdat ik biodiversiteit ontzettend belangrijk vind. Ik ben natuurlijk akkerbouwer met één gewas op één perceel, zoals deze aardappelen hier. Maar als je dat kan omlijsten met zo'n gewas als dit, wat niet alleen erg mooi is om te zien, maar ontzettend nuttig voor ook je eigen gewas. Er komen hier ontzettend veel insecten op af die heel goed in staat zijn om de luizen hier onder druk te houden. Dat spaart mij een bespuiting, maar het is ook een enorme uitdaging om dat te kunnen doen met zo'n rand. En het is natuurlijk een visitekaartje voor de omgeving, maar we doen het natuurlijk voor onze eigen aardappelen.